Onder de vele games die Sony hier op de Paris Games Week liet zien was ook Dreams, de nieuwe game van Media Molecule, de studio die we vooral kennen van de Little Big Planet games. Nou, dan weet je al een beetje wat je kunt verwachten. Het thema van de studio is altijd play, create en share. Dat zit heel erg in de Little Big Planet games, maar dat zit nog veel meer in het nieuwe Dreams. In Little Big Planet is dat maken en spelen nog heel erg gescheiden. Je speelt eerst en daarna kun je van alles maken. In Dreams gaat Media Molecule een stapje verder, want eigenlijk is het geheel geïntegreerd. Je kunt maken en spelen tegelijk. Er is een campagne, maar je kunt eigenlijk tegelijkertijd al je eigen dromen vormgeven en die aan anderen presenteren. De dromen waar het in Dreams om draait, dat zijn eigenlijk allemaal losse puzzels. Want dat is het. Dreams is eigenlijk gewoon een puzzelgame waarin je in elke droom moet zien te ontdekken waar het om gaat. Elke droom heeft zijn eigen logica die je moet zien te ontdekken. En pas als je dat voor elkaar krijgt, weet je, kun je de uitgang bereiken. En via die uitgang kun je naar een volgende droom. Zo is de opzet van de game. Eigenlijk heb je in Dreams heel weinig middelen. Je bent in Dreams een imp, een klein, magisch, zwevend wezentje dat eigenlijk helemaal niet zoveel kan. Je kunt een beetje aan voorwerpen pulken, maar dat is het. Je kunt ze oppakken en een beetje verplaatsen als ze tenminste niet al te zwaar en te groot zijn. Belangrijker is dat al die voorwerpen, geheel zoals je van Media Molecule gewend bent, de juiste fysieke eigenschappen hebben. Dus ze stuiteren precies zoals het moet, ze glimmen zoals het hoort. Er kan een vacht aan zitten waar je aan vast kan pakken zoals dat hoort. Precies zoals je een beetje van Little Big Planet gewend bent. Nou, wat ik al zei, Media Molecule heeft een heuse campagne voor de game gemaakt waarin allerlei dromen verwerkt zijn die aan elkaar geknoopt zijn via portals. Maar belangrijker is dat je ze ook zelf kunt maken. Dat kan al direct in de game. Je hoeft daar dus niet de campagne voor te verlaten. Je kunt gelijk al met je imp dromen bouwen. En dat is ook vaak gedeeltelijk al nodig om de puzzels op te kunnen lossen. En daar wordt het een beetje verwarrend, maar zo zit de game nou eenmaal in elkaar. Dat bouwen met die imp, of dat vormgeven van je dromen met die imp, dat gaat nog veel intuïtiever dan in Little Big Planet al het geval was. Er zijn allerlei voorwerpen die je kunt gebruiken, die zijn al standaard in de game aanwezig. Maar nog leuker is dat je allerlei voorwerpen kunt gebruiken die andere spelers gemaakt hebben. Dus in die zin heb je, en dat is zoals de makers het precies willen, je hebt niet eens heel veel fantasie nodig, zeggen ze zelf. Want als jij denkt van ik wil een puzzel maken waar een auto in voorkomt en je weet niet zo goed hoe je een auto vorm moet geven, zoek je in de database waarin voorwerpen van of Media Molecule of van andere verwerkt zijn. En er is ongetwijfeld een auto die je kunt gebruiken. Vaak al voorzien van de juiste fysieke eigenschappen. Dat is natuurlijk een ander element. Er zijn twee kanten aan het verhaal. Je kunt voorwerpen vormgeven, maar je kunt er ook logica voor gebruiken en ze dus gedrag meegeven. Het gaat ver wat dat betreft in Dreams om het nog ingewikkelder te maken. Anderen kunnen in jouw droom rondlopen terwijl je die zelf nog aan het maken bent. Je kunt het uitzetten, maar standaard is het zo dat als jij een droom aan het maken bent, dat een ander daar vrij in rond kan lopen. En we hebben hier daar voorbeelden van voorbij zien komen. Zo zagen we ergens een level dat nog gebouwd werd, waar iemand in rondliep, terwijl op de achtergrond er nog kleur op de muren werd aangebracht. Die persoon die liep dus rond in een puzzel waarbij de kleur om hem heen letterlijk op de muren aangebracht werd. Nog verder, want Media Molecule omarmt helemaal de moderne makercultuur.
alle voorwerpen die je in Dreams maakt, die kun je exporteren in een formaat dat bestemd is voor een 3D-printer. Dus alles wat je in Dreams maakt kun je, huppakee, direct naar je 3D-printer sturen en uitprinten. En daar hebben we hele mooie, fascinerende voorbeelden van voorbij zien komen. En om het voor game developers nog interessanter te maken, alle voorwerpen die je in Dreams maakt, die kun je ook exporteren naar Unity. In theorie gaat het dus zelfs zover dat je alles wat je voor een game wilt gebruiken, characters, maar ook props, huizen, hekjes, je kunt het zo gek niet verzinnen, kun je allemaal in Dreams op een hele intuïtieve manier maken, exporteren en importeren in Unity en gebruiken in je eigen game. Dreams is wat dat betreft echt een heel gewaagd project en Media Molecule gaat erin veel verder dan we van Little Big Planet gewend zijn. Maar zoals met al dit soort games vragen we een beetje af of het besteed is aan de grote massa. Al dit soort games, Little Big Planet, Super Mario Maker, het is wel heel makkelijk om een level te maken, maar lang niet iedereen heeft het geduld en de fantasie die nodig is om er ook echt iets leuks van te maken. En de kracht van de game of het succes van de game zal dus vooral afhangen van de campagne van de game en juist daar hebben we nog niet zoveel van gezien. Maar eigenlijk geldt dus, pas als er een succesvolle, een goede en interessante campagne in Dreams zit, zal de game een succes worden.